Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tiltrex, de enige echte natuurlijk, hè? De enige echte. Ja, de enige echte, Ricardo, hè? Ja, de enige. We zijn er weer, hè? We zijn er weer, jongens. We zijn weer op de kermis. Ja, joh, je hebt zat trap hier, ho. Kan je ook een trap geven, hoor, hè? Ja, dat kan ook, hoor. Kan je gewoon een trap geven, hoor. Dat is helemaal niet erg. Nou, we zijn in Bruinissen, zijn we. Bruinissen. Dat ligt in Zeeland. En daar gaan we weer even kijken. Was een kermis is die hier ook. Dus, en hierna gaan we nog naar een kermis. Naar een andere kermis gaan we ook nog heen. We hebben vandaag twee kermissen. Ja, dat ga je vanzelf wel zien. Voor degenen die geen contact met me hebben, die weten het nog niet. Die moeten de volgende vlog dan maar weer afwachten. Maar we gaan nu in ieder geval naar de kermis van Bruinissen. Nou, ik zie daar al een soort, hoe heet dat, zo'n soort booster zie ik staan. En dus zijn hier allemaal vlaggen trouwens, dat is wel leuk. Allemaal vlaggen allemaal. Dus we gaan eens even kijken in Bruinissen wat er hier allemaal op de kermis te beleven is. Marcus. Ja. Oké, Marco, prima. Zag je die bombenrol? Volgens mij is dat ook de enige attractie die ze hebben. Ik zie verder helemaal niks staan, joh. Is dat nou de enige attractie, joh? Jezus. Alleen de booster staat hier. Nou, ik ben snel klaar met filmen. De bomben, die stond er ook in... stond er ook in Vlaardingen. Ja. Hebben wij nog in Vlaardingen gezien voor de pompen. Hij gaat beneden, die gaat erin. Oh, dat staat erin. Nou, in ieder geval de pompen. Gaan we even verder kijken. Deze zag je echt van de grote afstand al. Ja, dat is de ga. We gaan even gesproken tot we gaan draaien. Oh, daar gaat hij al. Nou, dan zie je hier mensen laten instoppen.
Thank you.
Was de decadence. Nou, echt waar. Ik moet er even bij komen, want ja, ik weet echt niet waar ik 3 minuten na heb zitten kijken, maar het was, ik vond het echt, het was zo verschrikkelijk slecht. Jezus zeg.
Ja, misschien komt het wel dat het midden in tussen de huizen is. Maar het was echt verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo'n slechte set gezien van het Decadence. Het was echt... het was gewoon waardeloos. Ik vond me echt... Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken, maar dit is denk ik wel de allerslechtste... allerslechtste rit die ik ooit van het Decadence gezien heb. En dat valt me echt tegen. Doet me ook wel een beetje pijn. Want ja, normaal... Normaal zit hij echt wel goede ritten neer met lekker stevige muziek. Maar de muziek was bijna weg. De DJ, of in ieder geval het praten er doorheen, dat was ook getemperiseerd. Het leek wel dat het een Decadence was met een handrem erop. Want hij ging niet vol gasverlichting, half uit. Nee, ik weet niet. Ik heb nog nooit zo'n slechte rit gezien van de Decadence. Hè, wat vind jij ervan? Echt, ja. Heel die muziek was een verschrikkelijke slechte set. Nou, hier de X-Cranes. En dan hier de Sultan's Fortune. Hier ook. Ja. Die kan het lopen. Ja, maar voor mij heb je niet veel meer verder. Die heb je voor mij niet verder veel meer, man. Er zijn hier nog Pink Gates, de oude scooters en... Daarachterlijk. Oh, kijk nou eens. Er staat daar ook nog zo'n rupsbaan. Dat is volgens mij. Ja, de rupsbaan staat er ook. Dus de rupsbaan. Oh, maar we gaan er verder naar achteren. Nee, dat was niet slecht, hè. Zet hem dan op een andere plek neer, waar het wat beter is. Nee, dat was in ieder geval niet best, in ieder geval. Dat valt me vies tegen.
Come on.
dit was de kermis in Bruinisse. Wat? Kerkland? Ja, Kerkland. Nee, dat doen we altijd alleen maar bij het begin, hè. Ja, neem nog een trekkie. Kijk, daarom gaan we ook niet op één dag, over één dag eisen. Hè. Ik denk, ik zal nog even kijken voor een tweede keer. De baas kwam er aan en gelijk werd de muziek tenminste wat goed aangezet. Dus ja, ik vond de tweede rit vond ik een stuk beter in ieder geval. Het was een stuk beter als de eerste. De eerste sloeg echt helemaal nergens op. Nee, ik vond die echt waardeloos. Ik heb nog nooit zo slechte rit van de decadence meegemaakt. Maar ja, dan moet ik ook wel zeggen dat ik denk dat het die mensen van de kermis, van de decadence, zie je. Zeg nou eens tegen Ramon dat hij nou eens een keer op moet sodomieteren met die toeter. De hele tijd die toeter aan. Ja, die is voor jou, hè? Neem even een slokkie. Maar, oh nee, dat kan trouwens niet, want als Ramon met die toeter. Maar nou, als Ramon met die toeter al getoeterd, had je tuut gehoord. Dus het was Ramon niet, hè? Nee, maar ik denk ook dat het komt door de mensen, ja, door de omgeving. Dat ze die breakdance daar neergezet hebben. Precies in de dingen zaten hem dan een beetje aan de buitenkant, waar wij de vlog eigenlijk begonnen zijn. Had hem dan daar neergezet. Dan had hij wat voller gekend, had de muziek wat harder gekend. En dan had het dance ding wat beter geweest. Maar deze kermis die gaat trouwens om 8 uur al dicht. Want ja, Bruinisse, gereformeerd dorp. Dus dit moet allemaal al om 8 uur moet dit allemaal gesloten zijn. Dus maar ik ga bij deze de vlog afsluiten in ieder geval. Dit was de kermis in Bruinisse. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Wij vonden het ook wel leuk, toch? Abonneer. Vond het even tegenvallen. Vond het wel abonneer tegenvallen. Eventjes. Ja, maar abonneer. Op Kev, dit was Kevin. Typisch Joost. Wie is dat? Nog nooit van gehoord. Dat is mijn Mattie, niet zo afzijk, hè? Joost, is... love you! Joost, wie is dat dan? Oh, is dat de gozer die ongeveer 7 maanden voor het laatst al geleden een keer mee geweest is? Nee, is er weer buigend over die jongen, ja? Hij is gewoon eventjes lekker even... Hij is even van de mannenliefde aan het genieten. Groot gelijk hebben, Joost. Hé jongens, groetjes van deze kant. Abonneer voor meer. Like deze video en alle andere video's abonneer, met een dikke duim omhoog. En abonneer ook even op RVL 1983 0181. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het zeg, want als je nou weer iets te doen dat ik weer een pieptrin kan zetten. Vind ik nou wel jammer. Ik maak reclame voor je en dan doe je weer iets dat ik weer mag lopen knippen in mijn video. Nou Marco, doei! Ja, nee, heel bedankt.